eventjes hier op een rij gaan staan. Ga ik even uitleg geven. Dus team rood tegen team groen. Als je deze handdruk houdt, die rode knop is voor, dan schieten jullie. Jullie hebben geen hersens aan, dus jullie schieten. Dus jij schiet op het pistool van hem. Ja? Ja, of van mij. Ja, ik heb een half hier. Coaches hier. Nee, ik ben vestigingsmanager, assistent. Dat is heel goed op de lijn. Guus, goedemiddag. Goedemiddag. Bouncewelly is open. Klopt. Ja. Tot om 10 uur open. Nou. Was het een zware bevalling, de verbouwing en de aanloop? Nou, we zijn bijna 3 maanden bezig geweest. Dus het was alles wat je ziet was er natuurlijk niet. Het was gewoon echt een lege ruimte. Ja. Maar het is ons gelukt. Ja, dus de eerste spelende, gillende kinderen zijn binnen. Ja, nou, dat is heel fijn. Ja, jullie doen het in andere steden natuurlijk ook al. Daar is het ook een succes, heb ik begrepen. Ja. Ik zag ook dat er veel animo was in Middelburg voor het concept. Ja. Maar heel kort, je kan hier op allerlei kussen springen. Ja, het is een soort binnenspeeltuin, maar dan niet alleen voor kinderen. Ook voor volwassenen. We hebben speciale avonden, vrijdag, zaterdagavond, waar alleen volwassenen binnenkomen. Maar wat wij zien is dat de ouders vaak meedaan met hun kinderen. Precies. Het is heel populair met kinderfeestjes in andere steden. En misschien gaan we de toeristen ook wel bereiken. Maar het belangrijkste is dat we er zijn voor de mensen uit Zeeland.